Hallo, ik ben Rob Schepers, accountmanager bij AGP Nederland. Ik wil jullie meer gaan vertellen over de IRIAMA ProLight XUB3493 monitor. Dit is een 34 inch monitor die uitgerust is met twee HDMI poorten en één displaypoort. Tevens heeft deze monitor een hub met twee USB 3.0 poorten. Voordeel hiervan is dat je je randapparatuur kan aansluiten, zoals bijvoorbeeld een toetsenbord. Maar je kunt er ook je smartphone mee opladen. Deze IRIAMA monitor is voorzien van een IPS-panel. Hierdoor heeft deze een betere beeldweergave in combinatie met een hoger contrast. Het voordeel hiervan is dat het prettiger voor je ogen is om naar te kijken, wanneer je dagelijks achter je beeldscherm zit. Vanaf elke hoek behoudt deze IRIAMA monitor zijn ware kleuren. Aangezien dit een ultra-wide scherm is met een resolutie van 3440 bij 1440, hoef je geen twee schermen meer naast elkaar te plaatsen. Daardoor heb je ook geen last meer van de randen in het midden. De bezel van deze monitor is aan de zijkant, maar ook aan de bovenkant, superdun. Op twee verschillende manieren kun je het scherm indelen. Door de picture-in-picture functie en de picture-by-picture functie. Standaard is deze monitor voorzien van een in hoogte verstelbare voet. Deze voet is ook kantelbaar en draaibaar, waardoor je hem optimaal kunt instellen naar eigen wens. Mocht je de monitor op een arm willen installeren, dan is dat mogelijk door middel van de 100x100 VESA-montage. De beeldverversing is het enige minpunt aan deze monitor. Hij heeft een responstijd van 4 milliseconden. Daardoor is deze zakelijke monitor ook niet geschikt voor gamers. Kort samengevat is dit naar mijn mening een ideale monitor voor zakelijk gebruik door het strakke zwarte design. Het ultra-wide scherm in combinatie met het IPS-panel is een genot om mee te werken. Een bijkomend voordeel is dat deze monitor beter is voor het milieu, aangezien deze monitor minder stroom verbruikt dan twee separate schermen. Mocht je meer willen weten over deze IRIAMA monitor, neem dan contact op met mij of een van mijn collega's.